Dat jaar was, stond in ieder geval voor mij helemaal in het teken van uh, Climax, de film van Gaspar Noé. Uh, ik vind hem sowieso te gek. En Climax is, die moet je ook echt op groot scherm zien. Want het is een film over uh, een groep dansers die in een, uh, in een verlaten schoolgebouw aan het repeteren zijn nog één laatste keer. En dan stopt iemand iets in hun drankje en dan eindigt de nacht in complete half uur chaos. Um, en het leuke was dat al die dansers waren mee met Gaspar Noé op tour. En ik had ze al een keer eerder gezien bij een festival in oktober in, uh, in Spanje. En daar waren ze ook allemaal. Dus nu waren ze ook allemaal weer hier. En dit keer kon ik Aspar Noé ook interviewen. En het leuke uh, op IFFR dat jaar was ook dat uh, de choreograaf... die de tien minuten lange one-take uh, dansscène in Climax heeft gechoreografeerd, Nina McNeely, die was uh, op IFFR. En daar was een workshop mee. Dus ik dacht niet vanuit mijn professionele oogpunt, maar gewoon zelf. Ik ga meedoen. En dat was zo verschrikkelijk moeilijk. Dat was echt niet te doen. Dus ik weet dat ik daar vol goede moed. En toen zag ik opeens dat er vier camera's stonden aan alle kanten. En ik dacht, oh, <laughs> ik weet niet of dit is waar ik me voor heb En toen gingen vervolgens ook de dansers nog meedoen. Dus toen voelde ik me nog meer op me, gewoon in mijn hemd staan. Want zij doet allemaal van die hele kleine bewegingen. Waardoor je denkt, dit is heel makkelijk, maar het is echt heel moeilijk. Het is gewoon echt niet te doen. Dus ik denk dat er, je zag ook een soort schifting ontstaan. Zeg maar, de mensen die het goed konden, die gingen steeds meer vooraan staan. En de mensen die het niet zo goed konden, die bleven beetje zo achter. Um, maar dat vond ik een heel leuk programma onderdeel ook. Omdat het eigenlijk de, de wereld van de film echt naar het hier en nu haalt. Er was geen LSD aanwezig, voor zover ik weet. Maar um, er werd wel goed gedanst. En Caspar Noé heb ik toen ook geïnterviewd. En die avond uh, waren zij allemaal op een feestje in kino... En heb ik uh, een biertje met ze gedronken. Ik had eigenlijk hogere verwachtingen. Ik had gedacht dat Caspar Noé echt, zeg maar, nog meer de aanval te riemelen was <laughs> dan ik dacht. Maar ik denk dat ze na die hele tour, dit was volgens mij een van de laatste festivals waar ze waren. En dat ze gewoon eigenlijk stiekem ook wel wilden slapen. <laughs> bleken ook gewoon normale mensen te zijn. Um, maar dus ik durfde wel een biertje met ze te drinken, maar niet meer te dansen.